Maar liefst 3 kastelen in de gemeente Wijchen zijn door de ANWB genomineerd voor mooiste kasteel van Nederland. Kasteelruïne Batenburg, kasteel Herne en natuurlijk kasteel Wijchen staan op de lijst. De 3 kasteelmanagers vertellen waarom er juist op hun kasteel gestemd moet worden. Dit kasteel is bijzonder omdat wij hier koninklijke bewoners hebben gehad. Binnen wordt ook nu het verhaal verteld van de koninklijke bewoners. Emilia van Nassau, dochter van Willem van Oranje. Dat is heel bijzonder. Het ligt midden in het bruisende centrum van Wijchen. Dus absoluut een aanrader voor een mooi dagje uit. En we hopen binnenkort, als de deuren weer open mogen, dat iedereen met eigen ogen komt aanschouwen hoe mooi het is geworden. En wat een mooie, bijzondere plek het is om te trouwen, om te vergaderen of om een bezoek te brengen aan het geheel vernieuwde museum. Nou, wil je een echt authentiek middeleeuws kasteel zien, dan moet je naar kasteel Herne komen. Niks aan verbouwd, nooit aangevallen, dus daar nog helemaal authentiek gebleven. En daarnaast is het ook nog een van de meest kindvriendelijkste kastelen van Nederland. Provinciewinnaar van de Kidsproefprijs. Dus kasteel Herne is er om een echt middeleeuws kasteel te zien. En niet alleen het kasteel, maar ook de omgeving is prachtig. Dan stemmen we op een van de mooiste kastelen van Gelderland. En ook misschien wel de mooiste van Nederland. Dus stem vooral op Batenburg. Dan doe je een hele goede stembeslissing. Want Batenburg heeft een heel mooi kasteel. Een rijkelijk verleden. Een mooi oud stadje nog steeds. En een rijke historie. Stemmen kan nog tot en met 6 maart op de website van de ANWB.